Dat is een van de redenen waarom ik altijd roep, feminisme is niet links. Feminisme is natuurlijk ook niet rechts, maar het belang van vrouwen is toch altijd een aparte kwestie. Ik vind het wel interessant, want je vond het, dus ook, het is ook echt een kleine geschiedenis van de vrouwenonderdrukking, moet ik zeggen. Uh, nou ja, de, het, het laat gewoon zien hoe vrouwen zijn onderdrukt door de jaren heen. En dat het ook toch nog best wel kort geleden is dat dat allemaal ja, zo was. Een um, kleine geschiedenis van de vrouwenonderdrukking zou ongeveer zo'n boek zijn hoor. <laughs> Ach, goed, okay, misschien een Ik ben er even doorheen gerezen. Ja, ja. Um, en je zegt van het is belangrijk dat we ons dat herinneren. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou, het is nu allemaal goed, toch? Dus waarom moeten we dat dan toch herinneren? Nou, bijvoorbeeld, ik heb een hoofdstuk geschreven over werk. Om, uh, en. en mijn stelling in dat hoofdstuk is eigenlijk, we, we hebben de neiging te denken dat emancipatie een soort natuurlijk voortschrijdend proces is. Van eerst werkten vrouwen niet, maar dat wilden ze ook helemaal niet. Dat heb ik dus mijn werkende leven van mijn collega's mannen gehoord. Dat vrouwen helemaal niet wilden werken, want die hadden allemaal niet werkende vrouwen. Dat wilden ze niet. En nu gaat het steeds beter en gaan ze steeds meer werken. Ik begin dat hoofdstuk een beetje cynisch met het laatste. Uh, uh, onderzoek van het SCP weer een half uur langer per week, dus dat lijkt dan van dat gaat allemaal heel goed vooruit. En ik had enorme behoefte om op te schrijven dat vrouwen dus ook heel erg hard achteruit kunnen gaan, want dat in 1850 vrouwen gewoon soldaat waren en in zware arbeid in fabrieken verrichten en we kennen allemaal die prachtige foto van de Leidse trekvaart. Dat zo'n vrouw gewoon met een touw een heel schip voorttrekt. Vrouwen zijn uit het werk gewerkt. En dat zie je vanaf eind 19e eeuw gebeuren. Ja. En dan komt er dus een ongelofelijke hoeveelheid wetten, met name tegen de arbeid van gehuwde vrouwen. Maar ja, dat heeft dan ook weer zijn nadelen voor ongehuwde vrouwen, want een werkgever, die neemt dan liever een jongen, want die gaat niet straks weg. Nee, die vrouw dus die gaat straks toch trouwen. Ja. Dat wilde ik heel graag laten zien. En wat ik bijvoorbeeld zelf een heerlijk voorbeeld daarvan vind van dat de vooruitgang niet zo als maar een stukjes beter is het verhaal over het vrouwenvoetbal, want een paar jaar geleden kregen wij natuurlijk opeens vrouwenvoetbal. En vonden we allemaal fantastisch. En dan ging de NOS weer een of andere voetbalclub. waar meisjes mochten. Geweldig, meisjes ook. Was nog nooit vertoond. Maar was dus in 1920 al vertoond in Engeland. toen de vrouwen bij de Eerste Wereldoorlog het fabriekswerk waarnamen. namen ze ook de voetbalteams van de fabrieken over. En dat had heel veel succes. Want die vrouwen voetbalden geweldig. De tribunes zaten vol. en heel keurig ging de opbrengst naar de oorlogsinvalide. Nog niet was de oorlog voorbij. Of die vrouwen werden niet alleen de fabrieken weer uitgezet. maar ook de voetbalvelden af. En dan zie je dus een hele ja. medisch vertoog komen. Met allemaal biologische redenen zo. Genaamd. Eerst wordt het ze ja. verboden, want die mannen moesten op de velden. Vrouwen mochten echt niet meer voetballen. En dan komt er dus inderdaad een. Complete hoeveelheid medische bewijzen dat als wij te hard rennen, onze baarmoeder eruit valt. Of wat. Ja. In elk geval, het was levensgevaarlijk. Ja. En toen heeft het dus vanaf 1921, ik geloof dat bij de KNVB pas in 1971 het überhaupt weer werd toegestaan. En we zijn nu dus een eeuw verder nadat die Engelse vrouwen gewoon die hele voetbalcompetitie hadden overgenomen. Dus. Ja, er is wel vooruitgang, maar ook steeds achteruitgang. Er kan steeds weer achteruitgang zijn. En dan zie je dus steeds die medische en biologische redeneringen komen. Van, zij ja. hebben zo'n lichaam en daarom kunnen ze dit niet en mogen ze dat niet. Terwijl het natuurlijk gewoon, weg jullie, wij willen op die velden. Ja, wat mij best wel verbaasde in je boek was ook de rol die vrouwenbladen daarin speelden. In... Nou ja, die vrouwenbladen die, die komen vanaf eind 19e eeuw op... En die zijn echt heel erg belangrijk in het creëren van een, van een vrouwensfeer. Uh, dit is de, nou ja, jij hebt de prachtige leus uit de eerste golf mij ingefluisterd ooit. Hem de wereld, haar het huis. Dat werd de verdeling. Ja. Hij, hij de politiek, de openbaarheid, zij het huishouden. Hij het hart. Uh, zij het hart, hij het hoofd. Zij voor het gevoel, hij voor de hersens. Dat krijg je eind 19e eeuw met de wetenschap en de, en de vrouwenbladen en de medische. Wordt dat enorm uitgevend. Ja. En dat wordt ook het ideaal van de lagere klasse. Dus de vakbonden nemen dat bijvoorbeeld over. Een van de dingen die ik echt als schokkend heb ervaren. als uh, buitengewoon links opgegroeid meisje. altijd gehoord dat in de Sovjet. Grondwet mannen en vrouwen gelijk waren, helemaal in orde. Maar als je dus naar de geschiedenis van de arbeid kijkt, dan zie je dat feministen als Wilhelmine Drucker en Aletta Jacobs, die zich tegen aparte arbeidsbescherming voor vrouwen keerden, die hadden niet alleen de kerken en de conventionele politiek tegen zich, maar ook de vakbonden. En dat ja. letterlijk met argumenten van op een gegeven moment komt er een verbod voor zaterdagmiddag werken. Want als de mannen en de zonen thuiskomen, moet die vrouw het huis aan kant hebben. Weet je, ze hebben dus, het al druk genoeg, dus ze moeten niet ook nog... Uh, ja. het, is, het is steeds, zie je dat die vrouw ook door de vakbonden... Die, die het wegwerken van vrouwen uit de arbeid er steeds minder mogen werken, wordt gesteund. Ook met argumenten van vrouwen zijn er om mannen te verzorgen en nieuw nageslacht te verzorgen. Dus... Ja. Ja, dat, ik vind dat wel. Dat is een van de redenen waarom ik altijd roep feminisme is niet links. Feminisme is natuurlijk ook niet rechts. Maar het belang van vrouwen is toch altijd een aparte kwestie. Ja, je noemt jezelf liberaal feminist. Hè? Ja, weet je, dat doe ik eigenlijk omdat we natuurlijk een hele tijd socialistisch feministen hebben gehad. En dat vind ik geen goede combi. Waarom niet? Ja, omdat socialisten houden zich bezig met uh, klasseconflicten. En Vrouwen en mannen lopen daar dwars doorheen. Ja. Dus ook de arbeidersklasse heeft vrouwen onderdrukt. Wilde ook dat vrouwen niet werkten. De aanrechtssubsidie is tot heel kort geleden door de, door, door de Partij van de Arbeid gehandhaafd. Ja. En dat is gewoon een subsidie voor mannen die een vrouw thuis houden. Dus ja. Ja, dus daar kan maar je, maar dat je niet helemaal hebraal, bij identificeren. Dat liberaal. Het gevaar van liberaal is, ik denk. Feminisme is voor mij zeg maar, de uiterste vorm van individualisme, omdat ik vrouwen niet tot seksen gereduceerd wil, maar als individu wil zien. Ja. Zo kom ik op het woord liberaal. Ik bedoel dat niet in de zin van een of andere partij of zo. Nee.